Hartelijk welkom aan u allen, hier in de kerk en online. De vaste bezoekers weten dat we altijd het voorrecht hebben om de Let's Talk Show te mogen beginnen met levende muziek. En nog wel gespeeld door onze artist in residence Eva Saladin. Ook vandaag weer een zeer welkom en vertel ons wat we gaan horen. Ja, vandaag speel ik een paar variaties over het lied La Monica. Ook bekend onder de naam Une Jeune Fillette. Ja, dat is een heel oud lied wat een erg geliefde improvisatiestandaard is geworden. Dat werd in de baroktijd al opgeïmproviseerd, vanaf het begin van de 17e eeuw. En veel componisten hebben er ook composities over geschreven. U kent er misschien eentje van Bödecker voor bas, heel bekend. Maar het kan ook gewoon op een instrument alleen. En dat ga ik voor u doen. Ik speel het lied en daarna hoort u een paar variaties. Thank you.
Veel dank, Eva. En ja, toch ook nog weer even voor wie dat voor het eerst zo zag. Vertel nog even wat de gedachte is achter de manier waarop je de viool nu hield. Ja, dat is een historische manier van spelen die je tegenkomt op historische afbeeldingen. Er zijn heel vaak engelen of andere figuren die een instrument vasthouden. En in het begin van de 17e eeuw zie je ze vooral zo. En vooral in Nederland, als je de beelden van, ik weet niet, van Vermeer of zo kent, in die omgeving, daar zitten er heel vaak van die drinkers in een café met hun viool zo. Dus het is een historische houding en hij werkt gewoon heel goed voor dit soort repertoire. Dat is de reden. En daar voel jij mee verbonden, met die drinkers in het café, dit repertoire. Daar hebben we het dan een andere keer over. Ja, oké. Veel dank. Let's talk. Tom Lanois, welkom. Dag beste Frits. Ja. Bij de voorbereiding zei je, ja, oude muziek, daar heb ik geen verstand van. Maar je wist wel meteen waar we mee zouden beginnen. Namelijk Hildegard von Bingen. In een hele bijzondere uitvoering. Misschien wil je dat eerst even toelichten. Ja, ik heb geen bal verstand van de kennis van muziek. Maar mijn vak is muziek. Ik ben schrijver. En dus vaak is muziek concurrentie. En ik ben Belg, dus bastardisme, vermenging. Ik begrijp dat op dit moment er een discussie is over culturele toe-eigening, die soms wel interessant is, omdat je ziet dat economisch is iedereen het daarmee eens die de macht heeft. Dus champagne moet beschermd worden, klooster- en abdijbieren moeten beschermd worden. Maar wanneer dus een vermenging cultureel gebeurt, komen er andere mensen die zeggen, je mag dat niet doen. Nou, ik ben uiteraard... Voor mij mag alles. Hè. Dus Poetin mag champagne zich toe-eigenen en ik mag dingen mengen. En bij een van de vele projecten waarvoor ik ben gevraagd, is er een Mechelse groep, Zefiro Torna. En die had voor mij... ik heb mijn samengewerkt, niet zo belangrijk, verder een verdediging. Ik heb een soort pleidooi van de rechter geschreven, omdat het lang niet alleen in Nederland is... waar er mensen zijn die de rechtspraak en de rechters tegenwoordig aanvallen, maar zeker ook in België. Dus ik had een pleidooi van de rechter geschreven en dat hadden ze omkaderd met muziek. En terwijl ik met hen sprak, lieten ze me dat ene prachtige nummer horen waar je dus Hildegard van Bingen hoort, maar vermengd met, ik ken haar helemaal niet, een grote... Ja, Noord-Afrikaanse zangeres. En het samengaan is iets wonderlijks, omdat je geen geoefende muziekkenner hoeft te zijn om te horen dat de wortels van twee zangtradities, van twee muziektradities, worden vermengd op een wat mij betreft heel normale manier. En op een basistekst, de Bijbel uiteraard. De Bijbel. Waar we nog zeker op terug zullen komen wanneer we het hebben over het stuk waar we over gaan spreken. Ja. Het eerste fragment graag. Thank you.
dama dama dai man dama dama dai man dama dama dai dama dama dai man dama dama dai man dama dama dai man dama dama dai man dama dama dai dama dama dai man dama dama dai dama dama dai man dama dama dai كنتم نصف يفتقروا يفتقروا Ja, eigenlijk zei je al volgens mij in de inleiding dingen die heel wezenlijk zijn voor jouw werk. Dat is aansluiten op een traditie, iets uit de traditie oppakken, daar vervolgens in ultieme vrijheid mee omspringen, waarbij het vermengen van talen en ook van culturen en genres... Eigenlijk een meerwaarde geeft ook. Ja, maar nu vind ik het geweldig dat het lijkt alsof ik dat alleen doe. Volgens mij is dat gewoon zoals literatuur en kunst altijd moet werken. En ik, vooral dat laatste vond ik. Dus die vermenging lukt niet altijd. Ik vond niet elk van die stukjes even goed. Dat laatste vond ik echt betoverend. Omdat het natuurlijk ook de zangstem en de teksten betreft. Een stuk uit dan het Hooglied. Wat ook helpt in mijn vak altijd, het spijt me voor mijn Nederlandse collega's, is om een katholiek te zijn. Het is nooit zonder God. Maar dus dat, ook dat nooit vergeten. Dat je behalve Belg en een, in mijn geval een mislukte acteur en bovendien een jaloerse niet-muzikant, dat je dat allemaal tegelijkertijd moet zijn. Maar dus die opbouw, dat is wat mij betreft... De definitie van literatuur. Daar hoort ook bij, van daar weer dat laatste stuk, dat literatuur, in tegenstelling tot wat toch nog altijd te veel wordt gedacht, vind ik in de westerse kunst niet alleen boeken zijn. Nu hou ik ontzettend van boeken. Mm-hmm. We hebben dezelfde uitgever, de geweldige Maai Spijkers. Die boeken moeten er ook goed uitzien. Dat is een heel belangrijke traditie. Nederland heeft zich, denk ik, door de boekdrukkunst ook echt helemaal als een soort van een nationale identiteit kunnen verwerven. Op natuurlijk de Antwerpenaren die na de val van 15,
zal niet zeggen dat hij voor iedereen een paaldorpen woonde, nee. Maar het is toch... Vergeten staat erbij. Antwerpen en Amsterdam en zo verder. Nou, die boeken zijn belangrijk, maar dus ik leef ook veel van de tijd in Zuid-Afrika, al 30 jaar, minstens 3-4 maanden in Kaapstad. En daar is het voordragen van teksten. Mijn goede vriendin Ankie Krog, in het wondermooie Afrikaans schrijft zij. Dat is mijn bijna buurvrouw in Kaapstad. Die leest ook geweldig voor. De orale traditie is daar nog veel automatischer aanwezig. Ik ben heel jaloers daar. Ik weet niet of het een idee is voor jullie parlement om uit de regeringscrisis te komen. Maar dus, er zijn imbongis, dat zijn de prijsdichters, die bij de opening van het parlement hebben die een ereplaats. En dat is de imbongi. Het is een beetje een parallel met wat we gezien hebben met de vioolmuziek. Er is een traditie, maar je mag en je moet eigenlijk erop improviseren. De imbongi kent uit het hoofd talloze teksten. Ook van de Kossa, je moet je eigenlijk zo'n tonkelijk maken. Kossa Shakespeare, het is helemaal belachelijk wat ik nu doe, maar dan kun je het iets bij voorstellen. Dus die kent die teksten uit het hoofd en gaat dan bij de opening van het parlement daarop improviseren, variëren. En als hij spreekt, hij springt dan met zijn blote voeten op het spreekstoelte, dan moet iedereen, ook de president, zwijgen. Okay. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ik ben wel eens de stadsdichter van Antwerpen geweest, maar dit is toch nog het hogere niveau. Dus die orale traditie, die is bij mij altijd aanwezig geweest, omdat ik hou van toneel. Je kan mijn werk niet begrijpen zonder de theatrale sleutel. Bij W.F. Hermans was het universum sadistisch. Bij mij is het tragicomisch. Dat wil eigenlijk altijd hetzelfde zeggen. Het komische en het tragische hangen bij elkaar. En wie iets van mijn werk afweet, zal hopelijk dan sprakeloos gelezen hebben. Dat woord alleen al natuurlijk voor iemand die zo houdt van een orale traditie, dekt al vele ladingen. Maar het gaat over die geweldige, dat helpt ook, Frits, een dominante moeder hebben. Die geweldige moeder van me, die een amateuractrice was op de planken en een volleerde actrice in het leven. En dan moet je er nog bij rekenen, om helemaal katholiek enzovoort te zijn, dat je best een vader hebt die slager is. Ja? Dus dat hoort allemaal samen in het pakket. En dan kom je uit op een literatuur die ook voorgelezen wil worden en die voor een heel groot stuk bestaat uit toneel. Dat is mijn werk. Zelfs wanneer het een roman is, is het altijd iets wat zich laat voorlezen. En wat een stuk toneel is. Theatrale. Wat soms moeilijk ligt, begrijp ik in de recensies, dat is de rijkdom van onze literatuur, is dat de scheidingslijn tussen katholiek en protestant, met of zonder God, daar toch nog altijd in zit. Mm-hmm. En dat we zien het in deze kerk, mooie kerk hoor, maar ornament is een zonde. Hè? Dat is toch nog altijd zo. Dat is niet helemaal het geval als we spreken over de culturele katholieken. Ja. En daar mag ook, als je spreekt, als je voorleest, je ziet het al, volgens mij heb je dat ook wel een beetje, je hebt ook een beetje het Zuiderse temperament, maar dat mag altijd, larger than life. We zijn al zo klein, Frits. Dus ja. Dat helpt altijd ook. Nog een beetje dat meer. Dat hoort er ook nog bij, het Napoleon-complex. Dus ik ben langzaam alles aan het uit elkaar aan het halen wat de kern betreft. Maar de kern is taal die ook op het papier mag ronken en die ook op het papier mag zingen. Ja. En dus ik kan geen muziek dulden als ik aan het schrijven ben. Nee. Ik vind het heel raar dat er mensen zijn die dat wel kunnen. Omdat het dan te veel zou interfereren. Het is absoluut concurrentie. Het is concurrentie. En daarbinnen natuurlijk heb je bij het toneel ook nog een bijzondere lijn die ik... Ik zal niet zeggen dat ik in mijn eentje een soort oude muziekfestival ben, maar ik hou van het schrijven in verzen. Vijfvoetige jambe of alexandrijnen. Ik zal wel nog eens terugkomen om dat uitgebreid. Dan kan ik een paar uur... u over onderhouden allemaal, maar dus het schrijven in verzen en bewerkingen maken die dan toch heel radicaal zijn van Shakespeare, ook in die taal, waarbij je toch op die ritme, want het is een ritmegevoel, maar waarbij je toch verschillende genres ook nog, verschillende registers toch ook nog kunt bespelen. Ja.
En dat is het heerlijke van het schrijven, als je dat kunt, zoals jij. Maar de erkenning door het publiek, want nou oké, er zijn kritische stemmen, maar per saldo heb je niet te klagen, denk ik. De erkenning door het publiek klagen is heerlijk, dus heeft, kan je daarin sterken. Kennelijk ziet dat publiek of hoort dat publiek daar ook iets in wat ze kwijt zijn geraakt in de loop der eeuwen of zo? Ja, ik weet niet of het... Dat geloof in die orale traditie wel, maar dat is nu in een tak die nog niet voor vol wordt aangezien. De slam poetry is dat helemaal opnieuw terug. Dus het hele idee dat literatuur aan het ineenzakken is en dat er een ontlezing misschien wel bezig is, dat mensen niet met literatuur, met taal bezig zijn, lijkt mij absurd. Kijk, toen de hip-hop opkwam. Ik heb een goede vriend in de literatuur, Herman Brusselmans, al doet hij zijn best om zich bij alle andere collega's gehaat te maken. Toen de hip-hop opkwam, zeiden we samen dat dit duurt een jaar. Hè. Binnen een jaar is het weg en dat is alleen maar veel groter geworden. Ja. En wat zo grappig is, als je dan met jonge mensen, ik spreek hier vrij uit, ik hou van dit soort festivals, ik ben nu net 63 geworden en hier komen de... Hoe zal ik het voorzichtig zeggen, voel ik me nog altijd relatief jong, hè, gezien het publiek. Maar dus, als je met jonge mensen spreekt, die hebben als je, ach, Shakespeare, zo albollig en zo gekunsteld. En dan luisteren al die hip-hop-artiesten, ook geweldig hoor, in Nederland, ook Typhoon en zo. Dat is ongelooflijk, dat is gekunstelder dan opera-libretto's. Dat is heel erg bedacht en heel erg via de vorm... toch nog een inhoud ook willen overbrengen, maar die vorm is enorm belangrijk. Nou, dat heet literatuur. Dat heet literatuur en daarom was ik een van de weinigen, we zijn nu wel heel erg aan het, je moet me bij de les houden straks, hè. Je mag ook nog iets zeggen straks trouwens. Ja. Maar dus, ik heb een jaar lang niet mogen optreden en lezen. Ik denk dat we, binnen een week zitten we hier nog. Ja. Nee, maar dus, ik was een van de weinigen die helemaal begreep waarom Amanda Gorman met al mijn grote liefde, en ik zeg het zonder ironie voor Lucas Marieke Reineveld, ze was niet de geschikte vertaler sowieso, maar als men het aan mij zou gevraagd hebben, zou ik ook in lachen zijn uitgebarsten, want bij dat gedicht van Amanda Gorman, ook vanwege de inhoud, hoort performance bij, hoort ook... Dus kijk, als iemand nou zou zeggen, al het werk van James Baldwin kan alleen nog door zwarte vertalers worden omgezet, dat is schandalig. Maar in dit geval, ik heb nu begrepen dat het een meisje is die, of enfin, een jonge vrouw, we moeten voorzichtig zijn met onze woorden, een jonge vrouw is, die Zaire Krieger heet. Ja, alleen al voor die naam denk ik van, dat zit goed. Mochten ze het aan mij hebben gevraagd, zou ik zeggen, ja, maar ik beheers die traditie niet voldoende. Twee, ik moet het ook kunnen voordragen en zeggen dat ik een skinny black girl ben, afkomstig van een slaventraditie. Ik kan redelijk acteren, al ben ik een mislukte acteur, maar dit zou toch redelijk moeilijk zijn, vooral dat skinny. Ik zou zeggen, ga iemand kiezen die je kan via dit gedicht presenteren. En tegelijkertijd kan je in de Nederlandse letteren voor vol laten aanzien een nieuw genre wat lang niet nieuw is, die slam poetry. En daar heb ik in Utrecht, ik mocht op een bepaald moment poëziegeschenk schrijven, heb ik hier in Vredenburg heb ik in de jury mogen zitten, samen met Willy Wortel, daar ben ik nog zo trots op, echt waar, zonder ironie, als jury voor een slam poetry festival. En daar waren ze, bij honderden jonge mensen die leven voor taal. Die staan te glunderen bij goede gedichten, goed gebracht. En is het dan hetzelfde als wanneer, kijk, niet al die gedichten moet je dan op papier gaan zetten. Maar het is wel absoluut ook literatuur. En het is toch wel belangrijk dat we zien dat dat, zonder dat je je eigenheid in mijn geval, dat ik moet niet gaan slijmpoëtrieën. Tenzij bij wijze van is, een karikatuur of weer een vermenging met iets. Maar ik moet niet naast die Zaire Krieger gaan staan, tenzij om haar nog beter te doen laten lijken, denk ik dan. Ja. Maar het is wel iets wat dat hoort bij ons. Dat is literatuur en dat zit
nog veel meer op het snijpunt van muziek en tekst dan ik meestal al zit. Ja, en dan is, als je het zo uitlegt, theater natuurlijk het aangewezen genre voor jou. Met alle respect voor de romans die je ook schrijft. Je bent nu trouwens weer vol... Ik ben een grote roman bezig, ja. Ja. Maar theater, daar komt het allemaal samen, toch? Ja, maar nu is natuurlijk, die roman gaat dan ook weer over bijvoorbeeld de oorlogsintendant van het grote theater in Antwerpen. En kan ik dat vermengen? Ik weet wat die man allemaal gespeeld heeft. Hij is uiteindelijk dan nog, en het is geen historische roman, het is gebaseerd op hem, maar hij is uiteindelijk, en zijn broer was de directeur van de opera en medeoprichter van de Waffen-SS Vlaanderen. Dus het is een heel Vlaams verhaal over de hele lijn. Maar hij was getrouwd met Joris Diels dan, de grote Ida Wasserman, die hier in Den Haag nog de grote actrice is geworden. Ja. En later is Joris Diels dan, ook in de Haagse Comedie, van vertaler naar medeacteur, naar regisseur, naar directeur terug opgegroeid. Een geweldig interessante figuur, maar wel behoorlijk aangebrand. Maar een geweldige vertaler, blijkbaar een schitterende acteur. En ik heb iets gelijkaardigs meegemaakt in mijn jeugd al, als we het over dat katholieke hebben. Ik heb les mogen krijgen van Anton van Wilderode. Een grote dichter-vertaler, priesterdichter, zoals wel meerder toen nog er waren in Vlaanderen. En die heeft mij natuurlijk ook wel in de lessen, niet alleen de Nederlandse literatuur goed leren kennen, die ik anders niet zou gekregen hebben. Toneelstukken van Alfred Hagen Scheidt, Starkad, u allemaal wel bekend, uiteraard niet. De dichtwerken en de toneelwerken van Felix Timmermans en van anderen. Ook Vondel. Geen Gerard Reven kregen we in de klas. Ik heb Gerard Reven uiteraard in een college en met die ezel en zo. Dat was... heb je zelf ontdekt. Maar ik heb wel Knut Hamsen natuurlijk. Ja. Hè. Dus maar ook de poëzie en ook het toneel. Dus dat heeft allemaal wel geholpen om... En die man kwam voorlezen in de les. Ja. Daar heb ik dan over geschreven in kartonnen dozen. Om te zeggen dat zelfs wanneer het gaat over een roman, zal er altijd wel toneel bij komen. Ja. Zal er altijd wel ook in dialoogvorm, ik heb nu een hele bladzijde weer in dialoogvorm, een gesprek tussen die drie, de Joodse vrouw, de theaterdirecteur en dan de medeoprichter van de Waffen-SS en tegelijkertijd grote dirigent Sibelius en Wagner en Richard Strauss-kenners enzovoort. Ja. Dus dat zijn heerlijke bladzijden om te mogen schrijven. Ja. Dan kan ik al die dialoogtechnieken toch weer gebruiken. Ik maak je al lekker. Het heet de draaischijf. Jullie zijn de eerste aan wie ik het... Omdat het is een draaischijf, niet van de telefoon, maar dus op het toneel. Op het toneel, ja. Het toneel. Nou, en dat moet ik stoppen, dus, want we moeten terug naar hier. Daar ben je mee bezig. Eens te meer fijn dat je nu even hier bent, even eruit breekt. En je hebt voor ons meegenomen, want dat is helemaal niet openbaar beschikbaar, een betrekkelijk recente theatrale productie die je hebt gemaakt. Bloed en rozen. Ja. Je gaat ons daar doorheen leiden. Met prachtig beeld. En zoals gezegd, extra dank daarvoor. Ja. Want wij hadden het nooit kunnen bemachtigen. Ja. Nou, ik ben blij dat het nog eens gezien wordt. Want dat is natuurlijk aan de grote contradictie, ogenschijnlijk, van iemand die uit de West-Europese literatuur komt. Of laten we zeggen, westerse literatuur tout court, waar het boek domineert. En als je schrijft, moet je je wijs maken dat je schrijft voor de eeuwigheid. Want er zijn bibliotheken en je kan het niet ook digitaal vastleggen. En anderzijds, die orale traditie, dan weet je, je leeft voor het moment. Elke acteur, elke voorstelling, elke productie, sterft op het moment, is weg op het moment dat het doek valt. Je kan eraan terugdenken, je kan nu wel opnames maken. Het is nog altijd niet hetzelfde als... wat specifiek deze voorstelling zeker betreft, het was een opdracht, Bloed en Rozen. Dus we moeten nu, nog eens, ik wil niet te veel klagen, maar klagen is lekker. Vroegere schrijvers voor het toneel, ja, ik zou niet terug willen hoor, maar dus Tsjechov en dan zeker Racine, en die schreven iets met regieaanwijzingen bij, die gaven het aan een soort secondant, die moest alles uitvoeren, de acteurs moesten elke comma lezen.
Dat is niet meer het geval. Nu zijn de keizers van de planken zijn de regisseurs die intendant geworden zijn. Johan Simons het belangrijkste voorbeeld, die intussen, ik denk, 12 theaters en 4 festivals tegelijkertijd leidt en ambieert om ook de dagelijkse leiding van Lufthansa en de Deutsche Bahn erbij te nemen. maar dus die zijn de keizers en die hebben projecten. En dus mijn vrijheid als theaterauteur bestaat er vooral in dat ik uit de projecten kan kiezen. Mm-hmm. Wat het meest bij mij past en wat het best in mijn opbouw van een oeuvre, want zo denk ik wel, dat is die Napoleon-complex, reflex dan weer. Wat past in de opbouw van mijn oeuvre. En dus, ik heb met Guy Kassiers, dat is de geweldige regisseur en nu afscheidnemend intendant van het Toneelhuis Antwerpen, 4 producties gemaakt. Eerste, een bewerking van Mephisto van Klaus Mann, waar die nieuwe roman eigenlijk een parallel van is in Vlaanderen. Ik ga verder niet uitweiden, maar ik heb veel zin, maar ik ga het niet doen. Tweede was Atropa, oud materiaal van de oude Grieken, vermengd met Sartre, vermengd met speeches van Donald Rumsfeld en Bush op het moment dat ze Afghanistan binnenvielen, had ik gerecupereerd. En dan derde, want die 2 voorstellingen waren uitgenodigd in het Nederlands. Dat is toch belangrijk voor een Vlaming die geen Flamingant is, maar wel een Belgicist. Maar goed, die waren uitgenodigd op het Festival d'Avignon. In het Nederlands. Ondertiteld en wel. Dus de eerste keer zat ik in het mooie theater, daar wat ook een opera is. Klein stadstheater, maar een heel mooi theater. En zei iemand naast mij in het Frans, mais qu'est-ce que cette langue, c'est du danois, quoi? En een vriend van me zei, non, c'est du danois. Dus de Fransen vonden de klank van de taal, en je zal het wel gelezen hebben in de recensies, dan ook over bloed en rozen, betoverend, omdat ze het zo zelden horen in 5-voetige jamben. En nu ben ik echt een absolute soldaat van ons Nederlands. Een ideoloog, een propagandist van ons Nederlands. Nederlands is even muzikaal, soepel, rijk, frivol, desnoods als het moet, stug, hard, whatever, als al het even welke taal, ja, zelfs het Frans, ja, zelfs het Italiaans. En dat bleek als dan mijn taal, mijn muziek van ons Nederlands, door die geweldige acteurs gezegd werd, voor een Frans publiek, die konden meevolgen, maar die zich mee lieten drijven op de muziek van de taal. Die hebben we 2 keer mogen doen. De eerste was weinig verzen, maar toch een beetje. De tweede was alleen een verzen in Alexandrijnen. Die Atropa heette dat. En toen kreeg Guy Kassiers de uitnodiging om met hetzelfde team te spelen in, niet het theater, maar in de centrale cour van de Palais des Papes. Ah, ja. In Avignon is er ooit nog, hè, daarom houden we het ook van katholicisme, dan zijn er 2 pauzen, dan zijn er 3 pauzen, dan sterft er 1 op een dag, dan blijft er 1 50 jaar zitten. 1 is getrouwd, heeft buitenechtelijke kinderen, enfin, het is de Bijbel, maar dan in real life. Ja. Dus in het Palais des Papes, in de binnencour, werden we gevraagd om een productie te maken. En dan ga je denken, ja, maar kunnen we niet in het Nederlands 2 van de grootste monstres sacrés van de Franse geschiedenis bijeenbrengen. Die ook in de geschiedenis iets te maken hebben gehad met elkaar. En er zijn al boeken geweest die samenbrengen. Hubert Lampeau was een van de eerste. Ik denk De Duivel en de Maagd heette het of zo. En later Michel Tournier. Het is niet zo'n goed boek als De Elzenkoning. De Elzenkoning is een van mijn all-time favorites van Michel Tournier. Maar goed, wij brachten dus ook in het Nederlands Jeanne d'Arc en Gilles de Rais samen. Gilles de Rais moet misschien een beetje uitleg overgeven. Hij is eigenlijk degene die aan de oorsprong ligt van de mythe van Blauwbaard. Maar de werkelijkheid was zo gruwelijk. Hij was een pedoseksuele lustmoordenaar van jongetjes. En tijdens het proces sprak men van ergens tussen de 100 of de 300, als ik me niet vergis. Op gruwelijke wijze omgebracht. Tijdens het liefdespel, voor zover we dat dan zo nog kunnen noemen.
De rijkste veldheer in zijn tijd, rijkste notabele, dus lang de hand boven het hoofd gehouden door iedereen, maar die wel samen met Jeanne d'Arc, als een van de enigen die in haar geloofde, dat wil door de mythe, Orléans mee bevrijd heeft. Dus die twee samen, maar ze hebben allebei een proces gekregen. En nu heb ik net al gezegd dat ik een verdediging van de rechter heb geschreven. Mijn moeder wou dat ik eigenlijk advocaat en liefst strafpleiter werd, omdat ze dat zelf ook zou willen. Dat is ons land, godzijdank, bespaard gebleven. Maar dus, ze was heel goed als actrice. Maar dus ik ook als strafpleiter zelf. Maar ik was wel geïnteresseerd in die processen. Mm-hmm. Het ongelooflijke is dat van die beide processen zeer minutieus de notulen, of hoe noem je dat, bewaard zijn gebleven. Dus dat was de basis. En dat zijn dan de spelregels die we onszelf opleggen. En ook een van de spelregels was, waar ik helemaal dacht van dit moet ik doen. Een van de spelregels was dat Collegium Vocale uit Gent zou zingen. Waar ook direct het idee had van, ja, maar die moeten dan de stemmen van Jeanne d'Arc zingen. Die zullen op een bepaald moment moeten zwijgen, omdat ze overmoedig is geweest. En tijdens haar terechtstelling komen die terug. Dat waren onmiddellijk de dingen die ik wist. En dan moeten ze later bij Gilles de Rais demonen worden die die moordlustpartijen ook begeleiden met gezangen. En dat geeft mij de kans om, we hebben Hildegard van Bingen, de grote mystica, gehad, om een grote Vlaamse mystica, Hadewig, om dat nog eens te gaan lezen. En om gezangen te maken die gebaseerd zijn op die teksten. Dus letterlijk die tekst, alle dingen zien Mitte Inge. Een van de geweldigste gedichten uit onze literatuur, dat zo begint. Dat is ongelooflijk, ja, alle dingen zijn Mitte Inge. Ik ben zo wijd. Ja, ik ben zo wijd. En zo wijd. Dus dat was allemaal het basismateriaal. Zeg, en dat was dus de glanzende kiemcel? Dat was de glanzende kiemcel. Dus dat hebben we voorgesteld. Mag ik daar even heel huiselijk vragen? Ja. Hoe lang duurt het voordat je zoiets bedacht hebt? Is dat in een nacht doorwerken? Ik probeer het maar even heel romantisch voor te stellen. Nee, laten we heel technisch worden. Dat is... Ik heb net gezegd, vroeger schreven auteurs een stuk en gaven het af. Ik werk nu helemaal andersom. Dat is van eerst af met minstens de regisseur, de dramaturg, die heel belangrijk is voor mij. En als het kan al met één of twee van de belangrijkste acteurs, van in het begin praten. Brainstorm. Waarom doen we dit nu? Wat willen we eigenlijk zeggen? Het is heel algemene gesprekken. Mm-hmm. En dus ik denk als het over bloed en rozen gaat, ik denk dat we de eerste voorstelling is pas 2 jaar na het eerste idee gekomen. Ja, ja. Niet dat ik de hele tijd eraan schrijf, maar dus die gesprekken worden steeds concreter en dan op een bepaald moment, heel technisch, ga ik wat in Hollywood heet een treatment maken. Treatment is heel technisch een opeenvolging van mogelijke scènes. Met een kleine beschrijving en dan heel technisch ook welke personages denk ik nodig te hebben, welke kan ik bijeen drukken als het gaat over oorspronkelijk materiaal, welke dubbelrollen voorzie ik al. Dus bij Bloed en Rozen was er maar één rol die dezelfde bleef, Gilles de Rais. Ook Jeanne d'Arc ging van Jeanne d'Arc naar zijn jonge minnaar, een monnik, prelati. Dus het hele stuk was een spiegel. Dus in die gesprekken kwam dat naar buiten. De kern moet zijn, die twee processen. 2 keer gevoerd door een bisschop. 2 keer door dezelfde acteur. 2 keer dezelfde opbouw, maar met toch een andere uitkomst. Gilles de Rais, oorspronkelijk werd hij terechtgesteld en niet verbrand, want verbranding was het ergste wat kon gebeuren bij de katholieke godsdienst. Het was het ergste wat men Jeanne d'Arc kon aandoen. Hè. Dus het verschil was heel groot tussen een meisje uit het volk, lage adel, een meisje tout court, jong enzovoort, die zo'n overmoed en toon had gespreid. Zij is volgens haar eigen opvattingen het eeuwige leven ontnomen. Mm-hmm. Ja. Dus al die dingen moesten erin. En 2, dus de spiegel, het was een diptiek, dat wist ik vrij snel. Maar wat dat dan moest zijn, ja, dat zijn dan, dus dat treatment,
dat wordt dan weer bediscussieerd tot ik denk, oké, ik weet nu genoeg. En dan schrijf ik mijn eerste versie. Wow. En die gaat dan naar weer hetzelfde team. En dan krijg je een tweede versie, derde, vierde. Dan gaan we naar de eerste lezing. En dan komen er soms nog retouches. Hierbij was het geweldige dat... Er speelt een hele goede vriend van me in mee. Han Kerkhoffs, de man van Els Dottermans. Voor hem en voor haar heb ik al vaker geschreven. En die moest een soort... afgezant van de ploeg komen zeggen van er is één scène waar we van denken dat die misschien niet helemaal... En als je nou eens zo zou beginnen en dan... Maar misschien zo... En natuurlijk dacht ik van, oké, ze kennen er niks van, maar ik zal het proberen. Maar verrek, het was gewoon veel beter. Ja. Ja. Na de eerste lezing, na zoveel versies. Ja. Geweldig, ja. En er is een deadline, al die tijd, weet je? Er is altijd die wel datum een deadline. In ja. Het is er wel, ja, is er wel eerste lezing en hebben we wel, ja. Die datum, eerst in de Bourla en dan in de Cour d'Honneur. Maar we dan wel, ik heb ook als voorbereiding, ben ik door het festival uitgenodigd om buiten het festival, in de lente, Avignon was zo prachtig, om dan daar te zitten in een van de flats die ze hebben, in het prachtige oude centrummetje van, en voor de rest helemaal dood stadje is het, zonder het festival. Maar ik heb ook een rondleiding gekregen van de technici, over de kantelen en door de catacomben en door... En dat heeft ook geholpen bij het schrijven. Ja. Ik kan niet rechtstreeks zeggen van dat of dat, maar dus dat helpt allemaal. Ja. Wat ook helpt, was dan... Dat is het soort suikerklontjes voor het theaterpaard, het circuspaard, bij elke voorstelling, is dat je weer mag herlezen of voor het eerst leest. Lezen was dan die Michel Tournier, Hugo Claus, die een... In mijn herinnering toen slechte monoloog had geschreven, die Gilles heeft. Gilles, die in première is gegaan bij ons in de Muntschouwburg, onder leiding van de geweldige Gérard Mortier, die een goede vriend is geweest, die ik ontzettend mis. In mijn herinnering was dat heel slecht. Toen ik het las, vond ik het geweldig. Ja. Dus dat is, en dan natuurlijk Barbara Tuchman, de waanzinnige 14e eeuw, en een van de grootste boeken uit onze, ik zal maar zeggen, literatuur, is natuurlijk Herstij der Middeleeuwen van Huizinga. Mooi. Dus dat hoort er ook allemaal bij, dat je al die dingen leest. En als het over muziek ging, heb ik gevraagd om voor alle acteurs, was het dan voor de hele ploeg, een dag een inleiding te mogen hebben op de Vlaamse polyfonie. Omdat ik vond dat niet alleen, ik heb daar niet echt iets van opgestoken, dat ik nog weet nu, maar het heeft me wel geholpen bij het schrijven van die gezangen. Okay. Wetende waar dat vandaan kwam. Ja. Misschien moeten we nu een stuk eens even zien en horen. Het eerste fragment, leid je het heel kort in? La Pucelle is het? Ja, dus we volgen ook... Dus zij komt eigenlijk... Dit is echt helemaal het begin, hè? Is het, hè? Ja. De stemmen, hè? Ja. De drie stemmen zingend op. Samen met een meisje in een eenvoudige rode jurk, Jeanne. En Jeanne bidt. Ze begint eigenlijk met een... Dat is toch wat we gekozen hebben, hè? Ja. Zullen we het doen? Ja. Ja. Was dat de weinige muziekbegeleiding? Mag ik er doorheen praten? Ja. En gelijk al de stemmen van collega Vocale. Bye.
Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, gezegend zij uw naam, geprezen zij uw Zoon. Van u is het koninkrijk, het vorstendom der eeuwigheid. Maar uw wil geschieden ook op aarde. Verschaf ons dus de moed. Verleen ons nu het vermogen om uw roeping te dragen en niet te verzagen, uw vijand te verjagen. Alles te wagen, alles te verdragen, de plichten en de plagen, de balsem en de slagen, de triomfen en de nederlagen. U en u alleen te behagen, tot het einde onzer dagen, tot het einde onzer dagen, tot het einde onzer dagen. Ja, we zagen de geweldige Abke Haring. Die ik ook specifiek, ik heb voor haar later nog ook een Hamlet-bewerking geschreven, die zij gespeeld heeft, ja. Waarvoor ze dan de Theo of de Louis d'Or is gekregen. Ik weet niet, wat is dan, ik vergis me altijd, ik ben wat dat betreft genderfluïde, dus die ene d'Or, ja. Zal ik even voorlezen wat de stemmen zongen eigenlijk. Want dus, er waren dan drie aartsengelen die er altijd begeleiden. Aartsengel Michael. Verlaat wat gij ooit waart en wordt een wees, en weest voortaan in uw bestaan bevreesd voor mens, nog macht, nog berg, nog beest. De heilige Margaretha, weest onversaagd wat gij zult zijn, de maagd die zoekt de zoon, die vraagt de kroon die gij hem draagt, voor hem de troon, voor u de droom. De heilige Catharina, het land gered, door u ontzet, door u volbracht, door u verlost, door u voldaan. Samen het land gered. Door u ontzet, door u volbracht, door u verlost, door u voldaan. Dat is die katholieke jeugd, dat helpt zo. En dan voor Collegium Vocale, die ik natuurlijk ook allemaal heb mogen ontmoeten. De muziek, moet ik even kijken, ik vergeet zijn naam altijd, dat is echt verschrikkelijk. Die wil ik toch even vermelden wel. Het is een man, omdat hij ook zo veelzijdig is, Dominique Pauwels natuurlijk. Dominique, die maakt... ook veel tunes, dus alle tunes van De Slimste Mens bijvoorbeeld zijn van hem. Ja? En hij heeft ook deze muziek geschreven, dus die allrounder. En je moet je dan voorstellen, je zit dus met 2000 mensen op grote tribunes in de binnenkoer van het Palais des Papes, op die prachtige muur uit te kijken. Mm-hmm. De Mistral, White, te hard. Want we hadden dan een soort grote maliënkolder dat een projectiescherm was, wat naar beneden kwam. En wat we op een totaal onoordeelkundig moment, vonden wij, terug moesten naar boven doen. Dus de regisseur en ik zaten te sterven helemaal bovenaan. De meeste mensen vonden het een zo belangrijk, beduidend, dramaturgisch, veelzeggend moment. Toen die midden in de Mistral toch omhoog ging, snap je? Toneel kan alles, kan echt alles. Maar dus het begin, nog geen maliënkolder, geen licht, alleen dat ene... tere, androgyne wezentje. En dan, er is een soort balkonnetje. En daar stonden de stemmen uitgelegd, zodat je alleen een beetje de silhouetten zag. En dan zie je dat ene wezentje in een rode, eenvoudige jurk. En je zit in het Palais des Papes. Het was helemaal wat ik gehoopt dat het zou zijn. En die 2000 Fransen, of er waren heel veel Vlamingen, moet ik toegeven. Maar dus die luisteren naar de zingzang van ons Nederlands. Is dat niet geweldig? Ja. Ik was, al na 5 seconden was ik helemaal trots eigenlijk. Dus, ja. Trots en ontroerd toch? Ja, toch wel ook. Ja. En ook ja, die acteurs dan. Stel je voor dat je dat moet doen. Je krijgt jouw tekst terug. Ja, dat wel. Ja. Maar dat je dat ook moet doen, moet beginnen. Dat is toch... dat is niet evident. Dat is niet evident. Ja. Nee. Het is een voorstelling van 2,5 uur, geloof ik. Ja. Je bent bereid om ons daar nu toch enigszins doorheen te leiden. Ja. Geweldig dat je ook even de eigenlijke ansenering hebt toegelicht, want daarmee vergeleken is het hier op de schermen natuurlijk toch maar behelpen. Met name in de kerk. Thuis zal het heel mooi zijn, omdat we die mooie beelden hebben. Maar hier is het een beetje schemerig en de zon hebben we ook niet aan een touwtje, dus excuus daarvoor. Maar laten we toch nog enkele scènes doen. En de volgende die je had gemarkeerd was de scène van de kroning.
Ja, de kroning, omdat die muziek daar zo geweldig is. Maar zal ik nu vooraf even, ik zal vooraf even zeggen wat de tekst is, die de zang, de kroning. Dus probeer u voor te stellen, terwijl ik lees, welke muziek het zal zijn. De dauphin wordt gekroond tussen Jeanne en Gilles in, want hij is dankbaar, want die beiden hebben hem eigenlijk de kroon bezorgd door Orléans te bevrijden. Aartsengel Michael, hem zij macht, hem zij kracht, hem zij wijsheid en eer. Hem zij dag, hem zij nacht, hem zij lof en verweer. Hem zij licht, hem zij lucht, hem zij leven en loon. Hem zij plicht, hem zij recht, hem zij kruisweg en kroon. Hem zij moed, hem zij maat, hem zij... Het is toch een beetje rap aan het worden eigenlijk, hè? Zie je dat? Hem zij moed, hem zij maat, hem zij trouw, hem zij trots, hem zij kroon, hem zij troon. Hem zij macht, hem zij kracht, hem zij troon, hem zij kroon. Heersen zal hij, van de zee tot de zee, van de rand tot het zwerk, van de grens van de grond. Heersen zal hij over vuur, over sneeuw, over volk, over strand, over wolk, over stroom. Heersen zal hij over kolk, over boom, over land, over beest, over geest, over lijf. Heersen zal hij, halleluja, wat er komt en is geweest. Heersen zal hij, halleluja, wat er blijft en is geweest. Heersen zal hij, het heel en het al. Heersen zal hij, het heel en het al. Halleluja, ja, het heel en het al. Het heel. Ik denk dat het beter is dat we beginnen met de ceremonie. Dat is de bisschop, hè, links. Die handjes die je ziet, was een onderdeel van het kostuum. Wat doet u nu? Monseigneur, waar wacht u op? Kroon onze dauphin. De maagd van Orléans heeft gelijk. Kroon mij, zalf mij, maak mij koning. Met aan mijn rechterzijde Gilles de Rais, aan mijn linkerzijde zij. Zonder die twee had niemand hier gestaan. Het is niet oneerbaar dat te honoreren. Kroon mij. In zijn hemelsnaam, kerel, kroon mij. Geen zijn macht, geen zijn kracht. Ja.
Mag ik even nog zeggen voor de... Ja, ik wil absoluut... Ik vind die acteurs zo geweldig. Laat ik even... Wie ik nog niet genoemd heb. Stéphane de Grand is de Dauphin. Catalijne Dame is de koningin. En later een van de moeders van de vermoorde jongetjes op het proces. Abke Haring heb ik al gezegd. Han Kerkhoffs ook. Die speelt altijd... dat is degene die op de centen moet letten. Dat was de enige Nederlander in het team op Abke na. En dus je had... die speelt monsieur de Bouligny en monsieur de Ferron. Johan Leijzen, de grote Johan Leijzen, was Gilles de Rais. En dan hadden we nog Johan van Assen, die eigenlijk de adel in zijn eentje moet spelen. En Jos Verbiest, die twee keer Monseigneur Cochon, met een A, Monseigneur Cochon. En Monseigneur de Malestroit speelt. En ook nog zeggen dat de kostuums die je zag, waren van Tim van Steenbergen. Dus die handjes, dus het hele manipulatieve, iedereen... probeert iedereen te bespelen. Dat was het idee. Ik ben die lekker overdadige kostuums die voor de rest zo van een schilderij van Van Eyck hadden kunnen weggelopen zijn, toch? Ja. Vond ik, ja. Ja. Is het eigenlijk ook even terzijde, maar dat je toch heel graag via het verleden laat zien dat de mens ook niet zo heel veel veranderd is? Of? Ja, maar goed. Ja. Elk historisch stuk gaat natuurlijk over hier en nu, hè. Dus we weten niet, je kan dat inschatten en je kan dat gebruiken, maar je zegt natuurlijk iets over nu. Nu, ja. Dat is het. En in dit geval ging het over manipulatie en vooral dan door de machtsstructuren van zo'n kerk. Maar dat is dan een metafoor voor elke mogelijke... Als je nu kijkt hoe journalisten of politieke tegenstanders in de meeste landen ter wereld opzij worden gezet, dan... mag je als toeschouwer zelf beslissen. Je kan het zien als een historisch plaatje. Mm-hmm. Dat zou ik jammer vinden. Maar je kan het ook zien als een metafoor die op een andere manier dan een non-fictie geschiedenisboek toch iets probeert te vertellen. Dat is dan het wonder, vind ik, van toneel over tegelijkertijd vroeger en nu. En nu. En onze, mijn... kijk daar dan op, ja. Mm-hmm. Ja. En in dat licht is dan de executie van Jean ook een metafoor? Voor... Als je ziet natuurlijk het verschil op zoveel vlakken. Zij is niet geconnecteerd, hij is dat wel en is heel lang beschermd. Zij wordt gebruikt. Ik heb het ook letterlijk zo in het stuk geschreven, dat er een gesprek is tussen... het wordt aangezet dan door die centenman... die zegt van, ja, maar kijk eens, zij heeft zoveel volgelingen, die vragen geen soldij. Hè. Ze zijn met duizenden, dat is een geweldig leger, we gaan het toch wel gebruiken. Moeten we wel wat investeringen doen, ze moeten een eigen vaandel hebben, ze moeten een eigen harnas hebben, ze moeten een bijzonder paard hebben. We beginnen te zuchten van, kunnen we dat wel betalen? Want als zij het wil, dan willen die andere veldheren het ook. En dus dat wordt een heel concreet gesprek. En het volgende moment, en daar hou ik dan het meeste toch van, zit je in een ander register. De eerlijke, maar toch aan godsdienstwaanzin grenzende bevlieging, vervoering is een beter woord, van Jean, van zo'n meisje. En omdat zij vrouw is en zich zo ongelooflijk verweert, dus als je dat proces leest, die teksten van haar, ik heb sommige echt gewoon, dat heet dan gesampled, echt omgezet, een beetje scherper gemaakt, een beetje korter gemaakt, maar sommige lijnen echt letterlijk gebruikt. Zij kon al die godgeleerden ongelooflijk de baas. En dat ergerde hen des te meer. Des te meer. En zij, haar belangrijkste, of de belangrijkste klachten waren dan nog dat ze zich durfde tonen in mannenkleren. En wat dat toen betekende. En vooral dat ze van zichzelf uiteindelijk is zij veroordeeld voor idolatrie. Een van de zwaarste, na Woeker, een van de zwaarste... vergrijpen. Woeker was toen, we kunnen niet zeggen dat de christenen niet veranderd zijn, maar was toen echt een absolute doodzonde, omdat het geld... Nee, het was tijd stelen van God om geldgewin te maken. Wat eigenlijk een prachtig filosofisch iets is. Woeker is tijd stelen van God. Idolatrie was dat is heel een van de zwaarste vergrijpen. En dat had zij had van zichzelf een afgodsbeeld gemaakt. Dat was dan de tournure die die godsgeleerden nodig hadden om haar uit te schakelen. Ja, en dat leidde tot haar verbranding?
Wel, die verbranding. Die scène hebben we ook. Ja. Misschien moeten we wel, Tom, een klein beetje... Ja, niet haasten, maar de scène iets korter daar. Ja. Maar dat laten we aan jou over. Moet het nog ingeleid worden? Ik zal, want er zitten nog allerlei teksten doorheen. Maar over de terechtstelling nog even zeggen. Zij is terechtgesteld op de meest gruwelijke manier. Dat wil zeggen met drooghout. Dat ze echt verbrandde en niet stikte. En op het moment dat ze half verkoold was, al, heeft men het vuur uit elkaar getrokken. En dat is toch belangrijk om te weten. Ja. De burgers van Rouen zijn dus bij dichte drommen komen kijken om te zien dat het dan toch geen heks was, want ze had geen hoeve. En dat ze inderdaad dood was en dat het een meisje... Ze werd ook naakt, half geblakerd, maar naakt tentoongesteld, wat daar het gruwelijkste was. En daarna verbrand en de assen verstrooid in de Seine. Wat dus in haar optiek als katholiek haar ontnam dat ze een eeuwig leven kon hebben. Dus laat het beginnen en dan zal ik... Geef jij maar aan wanneer we... Ja, dan zal ik overnemen. Fatsoen kunnen stoppen. Ja. Begraaf mij levend. Hak mijn hoofd eraf. Verdrink mij. Maar laat mij niet verdwijnen in een zee van vuur. Alsof ik opgelost zou zijn in zuur. Hoe moet ik bij het laatste oordeel reizen? Hoe zie ik ooit mijn Heer en Meester weer? Wanneer mijn as verwaaid zal zijn, mijn bloed verstoft, mijn ogen weg, mijn tong vervlogen. Mijn gruwelijkste straf is niet mijn pijn, maar het besef dat nooit meer het vermogen tot eeuwig leven mij vergund zal zijn. En dat ik tot het einde van de jaren mijn Heer en Meester niet mijn liefde kan verklaren. De vlammen komen steeds hoger en dan zijn er allerlei andere stukken. Had u haar niet beter clementie verleend? Laten wegvallen. Ik zal alleen haar teksten op. Dus iedereen geeft nog commentaar. De focus komt telkens terug op haar met de vlammen die steeds groter zijn. Vlammen nu tot aan haar middel. Uw stem, die mij altijd hebt gesterkt. Uw geesten, die mij altijd hebt gegidst. Wat moet ik geven voor u mij weer helpt? Een been, meteen. Waarheen moet ik nog gaan? Een arm, ik geef er twee. Wat blijft er mij in dit bestaan nog te omarmen over mijn hart? Neem het toch mee. Het dient tot niets. Het doet maar pijn en klopt zoals een kever die in zijn pop niets meer te vreten heeft. Nog tussenkomsten van anderen, vlammen steeds hoger. De stemmen zingen nu toch zacht. Ze zingen wat Jean zei, terzelfde tijd zegt. Nu ik de hitte proef die ik zo vreesde, valt alle schrik en zwakte van me af. Als een versleten vel dat knapt en knispert en mij zal achterlaten als herboren. Nu in manshoge vlammen. Wees welkom, vuur. Verzeng mij, lieve gensters. Lik mijn gezicht en leg uw hete handen waar nooit een mannenhand mij heeft geraakt. Laat onder uw geweld de takkenbossen kraken zoals een bed en loei van lust. Mijn lijf heeft 9 openingen. Neem ze allemaal. Ik brand nog voor ik brand, want elke wond die u mij schenkt is weer een schandvlek. Op het geweten van mijn beulen, nog tussenkomsten. Jeanne toegetakeld, maar extatisch. Ik kom. Nog even moet ik leven. Ik zie een licht zoals geen licht ooit was. Het zingt zoals geen mens ooit heeft gezongen. De aarde splijt, het regent rode tongen. En geen verlangen heeft mij meer geschroeid dan dit geluk dat mij geheel verteert. Ik ben verblijd, ik ben bevrijd, ik dank u. Nee, wend uw laffe blik niet af. Blijf kijken. Herken het lot dat God heeft voorbeschikt voor u, uw nageslacht, uw tere beminden. Zij zullen weerloos aan een staak gebonden de stank van hun ontbinding moeten ruiken, zoals ik die zelf ruik op dit moment.
En de ratten zullen aan hun ogen vrijten. De wolven aan hun opgezwollen levers, de vliegen kweken maden in hun wonden. Het vlees aan hun geraamte zal verrotten en waar ik sterf, in zaligheid en roes, zult u vergaan in waanzin en ellende. De stemmen verstommen, al het lawaai ook. Mijn Heer en Meester, ik ben klaar voor u. Neem mij in uw bezit. Vermaal mij met uw liefde, uw grondeloze, grenzeloze liefde. Sterft. Dat is het einde van Sjaan. Mooi, mooi. Grondeloze is Hadewieg, hè? Ja, ja, dan mooi. Komt het weer. Het is een los woord. Nee. We hebben nog altijd niet gezegd waarom het bloed en rozen heet. Ja. Eigenlijk. Leg het even uit. Of de citaat van Huizinga, ik had het je aangereikt om het nog even voor te lezen. Bloed en rozen. Het kwam dus bij het herlezen van dat geweldige boek, Herfst der Middeleeuwen, kwam deze passage. Zo fel en bont was toen het leven. Zo verdroeg het de geur van bloed en rozen doorheen. Tussen helse benauwingen en kinderlijkste pret, tussen gruwelijke hardvochtigheid en snikkende vertedering, slingert het volk als een reus met een kinderhoofd. Tussen de volstrekte verzaking van alle wereldse vreugde en een waanzinnige gehechtheid aan goed en genot, tussen duisterend staat en de meest goedlachse goedmoedigheid, leeft het in uitersten. Van de heldere helft van het leven is ons maar Luther bewaard. Het is of al de blijde zachtheid en sereniteit van de ziel der 15e eeuw is verzonken in haar schilderkunst en gekristalliseerd in de ijle reinheid van haar hoge muziek. Ja. Frits, ik wil, als alle wetenschappers zo zouden schrijven, zou het moeilijk worden voor de auteurs die niks van wetenschap afweten om nog overeind te blijven. Ja. Het is wel heel mooi dat jij en Huizinga elkaar hier zo vinden, want bepaald niet katholiek Huizinga, hè? Doopsgezind, geen slagerszoon, vader was professor. Neem maar aan zijn gebruik van adjectieven te zien, toch een Bourgondier op zijn minst, hè? Ja. Dat is echt geweldig. In zijn geest, hè? In zijn gedrag, voor wat wij ervan weten. Ja. Juist een summum van terughoudendheid. Ja? En als hij college gaf, hij las zijn dictaat voor. Dat was natuurlijk een subliem dictaat, want dat was een boek in wording. Maar ik heb begrepen, zijn voordracht was ongelooflijk saai. Ja, ik heb zo'n moeite om dat te geloven. Ja, ja. Ik heb zo'n moeite om dat te geloven. Ja, het kan wel. Ja. Ja. Maar volgens mij een soort mannelijke Sarah Bernard aan het woord, maar dan in wetenschappelijke zin. Ja. Zegt hij, je zet zijn been af en die blijft nog doorspelen gewoon. Dat is echt, dat is mijn beeld bij Huizinga. Ja, ja, mooi, mooi. Misschien moet je Herfst der Middeleeuwen voorlezen. Dat is nog geen luisterboek van. Okay. Dat is geen luisterboek van. Dus wie weet. Ja. Gilles de Rais, dat is onze laatste scène, loopt ook zijn executie tegemoet uiteindelijk. En bij hem is het natuurlijk op het moment dat hij al zijn rekeningen niet meer kan betalen. Want hij ging dan elk jaar de slag bij Orléans naspelen met grote banketten. En met reenactment. En met telkens weer een andere mooie jonge jongen die Jeanne d'Arc moest naspelen. En hij deed natuurlijk ook, vanwege die schulden, zat hij ook in de alchemie, probeerde hij goud te maken. En dus op een bepaald moment is het geld echt helemaal op. En dan komt toch het proces. Dan pas luistert men naar de klachten van al die arme ouders en lijfeigenen die hun kinderen hebben zien verdwijnen. Dus hij krijgt een proces. En dat is dan toch die diep tik in het toneelspel. Hij wordt veel minder hard aangepakt. En men biedt hem eigenlijk aan de mogelijkheid dat hij wel terecht zal gesteld zal worden. Voor de spiegelwerking belandt hij dus ook op de brandstapel, maar dat was niet het geval. Dus hij is gewoon terechtgesteld. Hij is zelfs begraven in gewijde grond. Mm-hmm. Wat voor iemand met dat op zijn kerfstok toch wel heel raar is. Omdat hij in ruil daarvoor, en na uiteraard de biecht van zijn zonden,
Kijk, als ik ooit gelovig word, zal het toch wel, ja, opnieuw, ja, katholicisme zijn. Mannen in jurken, veel goud, goede muziek, knapenkoren, lekkere staf erbij, zijn rare hoeden en alles. Ik word toch ook wel katholiek. En vooral de vergeving. De biechtstoel vind ik een zo wijs principe, toch? Natuurlijk wel voor de schuldaflossing na collaboratie heeft dat ook wel een aantal problemen opgeleverd. Dat ging allemaal wel iets te vlot, vind ik dan. Maar goed, het principe is geweldig. Dus in ruil voor grote bekentenissen en het feit dat hij een soort mascotte van de katholieke kerk werd, vanwege zijn grote berouw, iets wat bij Jeanne d'Arc pas veel en veel later is gebeurd, de rehabilitatie, heeft hij een eigenlijk totaal andere terechtstelling. En dat hebben we dan geprobeerd in teksten. En je moet je dan echt voorstellen, nog altijd Palais des Papes, Johan Leijzen met zijn ongelooflijke... Ik denk, die man heeft gewoon de helft van alle gitaans die ooit geproduceerd zijn erdoor gejaagd om die stem te krijgen. En dus die staat met een goede en een slechte moordenaar naast hem. Dus echt als een soort nieuwe Christus en zegt dan de teksten als afscheid ook van het publiek, terwijl hij ook door vlammen wordt omringd. Maar ik weet niet of gaan we het nou ja, ook... Ja, we hebben een stukje. Maar zullen we het op dezelfde manier doen dat ik op een bepaald moment overneem? Ja, want... Vergeet uw pijnen. Laat uw angsten varen. Laat mij u leren hoe men sterven moet. Laat mij u tonen hoe een mens vergaat. Met trots, als hoogtepunt der schepping Gods. Met vreugde, omdat eindelijk iets deugt aan al die driften die ons daags benauwden. Aan al die raadselen die ons verstikten, we kunnen ze gewoon weg achterlaten. Geen twijfels meer, geen treurnis en geen vrees van u afgeld de weg van alle vlees en verder niets. Wie kan zoiets berouwen? Alleen in lijden schuilt onze bevrijding. Wees welkom, vuur. Verbrand mijn handen. Schroei mijn wimpers weg. Kook mijn knoken schoon. Verblind de christenwereld met mijn gloed. Verzeng mij. Schuldig aan onschuldig bloed. En meng mij eindelijk met Jean, de maagd. Ik die zoveel terechter wordt geblakerd totdat het zwart in mij naar buiten valt, waarom ben ik om haar niet aangeklaagd? Ik die haar kansloos heb alleen gelaten. Zij was het leven. Ik het lood. Wilaan, versmelt haar naam met die van mij. Legeer haar lot met dat van mij. Maak ons tot goud. U allen hier verzameld, hoor mij aan. Ontlaat u van uw zorgen en uw kwalen, van al wat in uw zielen rot en woekert, en stapel het als takkenbossen op uw slaaf, uw wapenknecht, uw zondebok. Hij neemt ze aan in dank. Hij doet het graag. Na hem wordt eindelijk de wereld weer die tuin van Eden, paradijs van pijs en vrij, van rust, zonder barbaarse lust, zoals in het verleden. Zeg niet nee. Geef mij de kans u beter te verlossen dan al wie het voor mij reeds heeft geprobeerd. Zij wisten minder af van misdaad dan van liefde. Ik probeer het omgekeerd. De kans dat het mislukt is onbestaand. Zie hier mijn bloed, mijn lijf. Ze zijn voor u, voor goed geboet. Tezamen. U. Ik. Amen. Sterft.
Lekker om in een kerk. Ja. Ja. Mooi. Ja, geweldig. Ja, er is toch een goede pastoor aan mij verloren gegaan. Late roepingen zijn vaak ja, sterk. Ja. Wie weet wat, je bent pas 63. Ja, misschien toch die mannen met toch jurken. Wel, toch wel. Ja, ja, ja. Oké. Heel veel dank hiervoor. We hebben nog een slotakkoord. Ik had je gevraagd van helemaal ook nog iets heel anders. En ook om aan te geven wat toch ook heel kenmerkend is voor je. Ik bedoel, je hebt je eigen werk en dat staat als een huis. Maar je bent ook altijd in dialoog en met andere kunstenaars, met andere werk. En je hebt daar ook enorme achting voor. Volgens mij voel je je eigenlijk ook verbonden ook met Eva als ze hier staat te spelen. Dat mag dan muziek zijn, echt niet dat. Maar hè, dat is toch de grote traditie waarin je ook leeft. En vandaar toch ook nog iets heel anders. En toen legde hij een paar varianten voor en voor mij stond vast dat het deze moest zijn. Laten we het even inleiden en dan... Ja, het is toch weer vermenging. En ik heb al gezegd dat ik zo vaak in Zuid-Afrika zit. Ik, dat is echt ook voor vriendschappen, dat het vertalingen ook die ik heb. Maar daar hebben we op een bepaald moment haar ook letterlijk aan het werk gezien. Ik heb het over Pauline Malafane. De eerste keer dat ik haar zag was in een film die de Gouden Beer van Berlijn gewonnen heeft. Ik ben het jaartal nu kwijt. Maar die film heet U Carmen y Cayelicha. Cayelicha is een township buiten Kaapstad. En dus de hele muziek, maar ook de taal, die geweldige tonklik taal dus, is omgezet. Niet de sigarenfabriek in Sevilla, die nu een universiteit is waar ik ooit een lezing heb mogen geven. Enigszins mislukt, want de studenten staakten om zeer goede redenen, maar ik stond er toch maar voor een lege klas. Maar dus niet in die sigarenfabriek. Van Bizet, dus, van Bizet. Ja, van Bizet. Ja. Maar dus in een township. Want je moet weten dat, als het dan over culturele vermenging gaat, dat Zuid-Afrika zeer veel grote zangtradities verschillende heeft. Van mensen die niet noten kunnen lezen op westerse manier, maar die wel een heel goed auditief geheugen hebben. En dat heel, als je naar de Hermanus, dat is een plekje waarvan je de walvissen van op de wal kunt bekijken. De bedeljongens zingen Verdi, omdat ze weten dat ze dan grotere fooien krijgen. En dus Verdi is heel populair. En ook Bizet zeker, maar laten we nu kijken naar de geweldige Pauline Malafane. Ja. We hebben eerst de trailer van het geheel. Ja, okay. En dan moeten we maar misschien meteen doorgaan met een scène eruit. En ook een hele beroemde. Yeah.
man. Hoe gaat men? Amen, ik ben gewoon. Hoe gaat men? Amen! Alles wat ik nu zeg, Tom, is voor mijn gevoel tegelijk te veel en te weinig. Sorry. Ja, nou. Ik kom ontzettend binnen nou opeens, want ik weet niet hoe het eigenlijk mis is. Ze heeft een gezelschap. Ja, sorry, dat is echt. Maar door corona natuurlijk ook. Ik heb op een moment. Er is een prachtig theatertje, de Fugard Theater. Waar ik dan nog, als ik dan toch mag pochen weer. Breitenbach was die avond er ook, zat niet eens zo ver van ons vandaan.
Want zij leidt echt aan het gezelschap met haar man. Hadden ze een bewerking gemaakt van de toverfluit van Mozart. Met alleen één trompet en een dozijn marimba's. Dat zijn houten xylofonen, als ik dat goed zeg. En dan met die stemmen, waarbij al de vrijmetselaars symboliek, allemaal uiteraard Afrikaanse symboliek van de Cosa's weer was geworden. Het was zo ongelooflijk om Mozart te horen met die instrumenten en tegelijkertijd is het Mozart. En is het, zoals ik ooit ook Macbeth heb gezien, in het isiZulu. Dus grote krijger, de krijgerstradities en dan dat bloeddorstige stuk. Dus die vermenging, dat blijft me bezighouden. Maar nu, ik durf eigenlijk niet opzoeken hoe het... Dus dat theater is failliet, is dicht. Zoveel van onze vrienden... hier zijn wel nog... Zijn gewoon werkeloos. Het is zo'n ramp, de hele corona. Voor een sector die dan ook voor een deel van het toerisme moet hebben. Maar het is al zo moeilijk om daar theater te spelen om dan dit soort dingen te gaan doen. Dus het kwam even heel erg binnen. Ik vind het zo mooi. Het is geen perfecte film, maar dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Het is ook... op een of andere manier klikt het zo helemaal. En hoe kan iemand, tegelijk volgens onze normen toch redelijk overgewicht hebben en zo sensueel zijn, zo prachtig, lichtvoetig en toch aantrekkelijk zijn. Ik zeg het nu als oude homo, maar ik vind het zo ongelooflijk hoe ze dat... En als je ze live ziet, is het helemaal... Ik heb Jesse Norman ooit mogen horen zingen in Salzburg. Zeer indrukwekkend. En dus we moeten inderdaad niet kijken, zwarte stem, wit, maar het coloriet is toch... Ja, ik hoor al die andere gezangen ook. Die Lady Blacksmith Mambazo-traditie. Hoor je mee erin klinken en dat kan, dat overtuigt me toch van het zelfpleidooi, vermenging, Belgisch bastardisme, is oké en is rijk. Dat moeten we nooit opgeven. Dankjewel voor deze ongelooflijke demonstratie van kunstenaarschap en humaniteit. Dankjewel. Ja, goed. Dit was de vijfde Let's Talk Show, morgen met Jaap de Jong, over de retoriek van politieke toespraken. Moet ook gebeuren, zei Ischa Meijer dan. Ja. En dat wordt vast ook weer een hele mooie middag. Dank u wel allemaal. Ja.